van de derde en laatste serie 800 meter mannen. Terwijl we bij het hoogspringen voor de vrouwen met de lat naar 1,65 meter gaan. En daar hebben we nog één atleet in de wedstrijd, Veerle Simons van STB. De enige die springt op 1,65 meter. Gijs Jacobs van Hak uit Helmond meteen weg bij de rest van het veld in die derde en laatste serie 800 meter voor de mannen. Gijs Jacobs heeft een persoonlijk record van 1,51. En zou dus inderdaad veel te sterk moeten zijn voor de rest van deze serie. We gaan naar de bel met Gijs Jacobs. En dan de man van generaal Michelis in tweede positie, Pieter van Oorschot. En Matthijs Lippertz van Avon in derde positie. Nog altijd Gijs Jacobs. En ik herhaal nog even namens de wedstrijdleider het verzoek aan alle deelnemers om toch echt op de clubkleding te letten. Gijs Jacobs, die loopt in ieder geval in zijn club tenue, wit en rood. Hak Helmond op weg naar de laatste 150 meter. Hij heeft een flink gat geslagen naar Matthijs Lippertz van Avon in tweede positie. Gijs Jacobs, we kijken naar de klok. 1,45 nu erop. Gaat hier een prima tijd lopen, zo vroeg in het seizoen op de 800 meter. Gijs Jacobs, Hak Helmond. En hij loopt 1,53,09 officieus. Mooie tijd zo vroeg in het seizoen voor Gijs. Matthijs Lippertz binnen als tweede.